De Katholieke Onderwijzersbond, de KOB, viert vandaag dat ze 101 jaar bestaat. Volgens voorzitter Bernice Baron is dit een mijlpaal, ondanks de diverse problemen binnen het onderwijs. Zo bestaat er veel onduidelijkheid binnen de gemeenschap over het nieuwe onderwijssysteem. Volgens de voorzitter hebben de pupillen het idee dat zij hun best niet meer hoeven te doen op school, omdat zij doorstromen. Het gaat niet goed binnen het onderwijs. Echt niet. Het gaat niet goed. En we gaan niet meer zo blijven kijken van dat er vernieuwingen komen en gaan en zaken worden opgelegd. Nee, want het gaat helemaal niet goed binnen het onderwijs. We moeten iets doen en dan gaat het niet om vechten. Maar we moeten kenbaar maken van zo kunnen we niet doorgaan. Baron zegt dat het ministerie er naartoe moet werken om de gemeenschap beter te informeren over het nieuw onderwijssysteem. De leerkrachten kunnen niet zo goed omgaan met de nieuwe manier van lesgeven. Ook het motiveren van de leerlingen is een enorme uitdaging. Leerkrachten moeten veel meer moeite doen om de kinderen bij de les te houden. Natuurlijk is het moeilijker geworden. Weet je wat het betekent als een leerling een behoorlijke leerachterstand heeft? Om dat kind op te trekken, het is niet makkelijk. En meer nog waar leerlingen weten, ik ga toch over. Waarom moet ik mijn les leren? Toch? Weet je wat voor motivatie het is voor die leerkracht om dat kind daarop te gaan wijzen van kijk, je krijgt geen cijfer, maar je wordt wel beoordeeld door middel van een letter waarin je cijfer wel geïncorporeerd is, toch? Dus het is moeilijk, het is niet eenvoudig. KOB staat ook stil bij de hoge brandstofprijzen. Deze ontwikkeling wordt op de voet gevolgd door de organisatie. Er zal mogelijk uitgekeken worden naar een loonscorrectie. Audit 1 jaar KOB, wat betekent dat voor u? Nou, dat betekent heel veel voor mij hoor. Echt waar, dat betekent heel veel voor mij. We willen alvast de KOB feliciteren met de 101 jaar. En we hebben heel prettige ervaringen met ze gehad tot nu toe. En we hopen dat ze door zo zullen gaan, want ze zijn echt geluisterd door voor onze leerkrachten. 101 jaar waar wij bezig zijn, niet alleen strijd, maar op te komen voor de katholieke leerkrachten van Suriname. We zijn een katholieke organisatie, dus we zijn bezig met onze leerkrachten het geestelijke bij te brengen, maar ook de waarden en normen die horen binnen het onderwijs. Het bestuur het allerbeste toe wensen. Hopelijk dat zij ook de grieven die de leerkrachten hebben en de situatie waarin het land niet verkeert. Ze hebben het ook al gezegd dat we eigenlijk de vredelievende weg kiezen. Dat is goed. Maar dat ook de regering een luisterend oor heeft, dat het onderwijsproces beter kan verlopen.